zijn nu richting de halve maan aan het rijden. Dus nee, ik ga daar niet meer wandelen. Maar nu om het tweede gedeelte. Ik ga daar dus samen met iemand anders dus gaan magneetvissen. Dus het gaat echt heel leuk worden. Ik heb jullie gezegd, ja, daar zijn heel mooie leuke plaatjes vorige week in mijn vlog. Dus hopelijk gaan jullie genieten ook wat ik allemaal ga bovenhalen. En ja, natuurlijk voor MV Entertainment. Ik ga in jullie Discord zeker, maar ook zeker ook de foto's plaatsen wat ik allemaal ga opvissen. We gaan niet op één locatie blijven. We gaan zo wat op verschillende kleine locaties in diesten wat gaan magneetvissen. We gaan bezien waar we allemaal terecht komen. Want daar zijn redelijk wat oude gebouwen en bij oude gebouwen kun je wel eens wel iets magnetisch vinden. Bij deze kan je terug wat muziek. Hallo mensen, dus hier hebben we dus even dus gaan magneetvissen. Dus hier bij deze beekje. We gaan nu even ons verplaatsen naar hierachter. Maar wat we hier hebben gevonden is een hele mooie stuur van een fiets. Toppie. Deze gaan we gewoon hier laten liggen, dus dan kan de gemeente dat opruimen. Dus, en dan hebben we hier nog wat draadjes gevonden. Daar nog wat een draadje. Dus nu gaan we op naar de locatie hierachter. We zijn nu ook aan de andere kant. Oké, kom maar dan aan mijn kant. Dus je ziet dat we aan de andere kant van de brug zijn. We gaan nu proberen eens kijken als we hier iets vinden. En Gender ligt er ook nog in het kasteel, dat is ook nog iets van de oudheid. Daar gaan we dan ook wel eens kijken. Ik zal zeggen, geniet nu even maar van de Fastlap of Timeslap. Hier diest verlaten. Wij hebben hier toch die beekjes achter ons daar zo wat hebben we zitten te speuren. We hebben één ding echt iets waardevols opgevist. Dat was dus een stuurfiets. Die hebben we niet in het water teruggegooid. We hebben die gewoon aan de zijkant laten liggen. Dat de gemeente van Diest die deze nu kan opruimen. En deze keer zeg ik het goed, want we zitten heel kort bij de halve maan in Diest en niet in Bilzen, wat ik de vorige keer daar eens keer zeg. Bilzen. Nee, dat is Diest. Oké, ciao. Nu gaan we even richting de McDrive. En ik ga daar lekkere chicken nuggets kopen. En een lekkere milkshake aardbei. Gaat mij lekker smaken. Sorry mensen, ik ben aan het eten. Ik ben terug op mijn appartementje aankomen, jullie zien het. Ik ga nu nog even een doodle doen. Dan rond een uur of 6 ga ik vertrekken richting Hasselt Kermis. Daar ga ik ook weer wat beelden maken. Vandaag is dag nummer 1. Dus we gaan er echt een hele leuke dag Zo maken. Mensen, ik ben dus onderweg nu naar Hasselt Vuurwerk. Ik sta redelijk ver weg, want ik parkeer staat ook van de kermis en al. Maar dat maakt niet uit. Ik weet, ik ben een wandelaar. Ik kan er tegen voor een paar extra kilometertjes te wandelen. Maar het gaat wel redelijk laat worden. Daar vrees ik al sowieso al voor. Ik zit hier langs de expressweg te lopen op een fietspad. Want ik moet aan de overkant geraken van de kanaal kom. Dus dus even nog een beklimming doen. En dan, jawel, mijn spulletjes beginnen dan uit te pakken, op te stellen. En dan wachten tot 9 uur. Dus
is nu 7:45. Dus nog een uur en een half tot een uur en drie kwartiers heb ik nog de tijd om daar alles in orde te krijgen. Toppie! Zie je dus wat een prachtige uitzicht dat ik hier heb. Hierachter gaat dus het vuurwerk door. Dus ik ga tot hierachter nog moeten wandelen. Als er kamers staat hier ergens achter. Dus dat was vandaag redelijk wat kilometertjes wandelen. Yippee-ki-yay, motherfuckers! 2 kilometer te wandelen komen we aan stilletjes af aan bij onze eindpunt. Dus waar ik alles ga opstellen van beeldmateriaal. Ik ga ook proberen online te zijn, zowel op YouTube als op Facebook, als dat gaat lukken. Ja, nee, bedoel, één op YouTube, oftewel op Facebook. Als het op YouTube niet lukt, dan doe ik een livestream op Facebook. Het is toch altijd wel suske wandelen, dat wel. En je ziet, het is hier echt al ontzettend druk, ook om te parkeren. Hier zal echt niks meer vrij zijn. Jammer genoeg. Het wordt ook al bewaakt door de politie. Dat je hier echt al niet meer door mocht. Maar van daar wordt dus het vuurwerk ook afgestoken. Hier zo langs zee zijn al vuurwerk lunches die ook hier worden afgestoken op het vuurwerk. Dus dat betekent deze hele terrein hier mag dus niemand staan voor de veiligheid. Dus allemaal achter die brangrijken en al. Dus hier gaat echt knallen. Zo mensen, hier staat dus mijn GoPro. Ginder wordt dus het vuurwerk afgestoken. Het vuurwerk komt sowieso ook in mijn vlog. Niet in 4K, jammer genoeg. Gewoon in 1080p. Maar wel komt het nog eens apart om bij een YouTube kanaal met de juiste muziek en het reclame ook wat hier gesponsord wordt voor op als vuurwerk. Dus ik heb ook met het feestcomité al contact gehad en die gaan proberen zo snel mogelijk ook het clipjes in te sturen naar mijn e-mailadres. Dus duim voor mij dat alles goed komt. En dan straks misschien nog dat ik nog naar Hasselt Kermis ga, maar ik ga het nog moeten bezien. En mijn GoPro is gestart! Dus ik zal zeggen, geniet van Hasselt Vuurwerk 2019! En nu ga ik stil zijn mensen, dat jullie ook mee het muziek en al kunnen volgen.
We hebben nog het vuurwerk hier op Hasselt Kermis 2019 zit erop. Ik hoop dat jullie er hebben van genoten. Ik ga nu terug richting mijn wagen. Ik ga dus niet naar Hasselt Kermis. Alhoewel van, het is gewoon over de kop te lopen. Alhoewel van, je ziet, ik zit hier nog altijd met mijn t-shirt aan. Het is niet koud. Dus wat ga ik nu doen? Ik ga nu een rustige wandeltasje maken richting mijn wagen. Ik heb juist nog met het feestcomité gebabbeld. Het gaat hoogstwaarschijnlijk gaat het hij nog deze avond nog het bestandje mailen. Dat is heel goed. Want hij gaat dus naar Parijs toe. Maar ik ga u één ding zeggen, het was een geweldige vuurwerk. Ik ben blij dat ik die beelden heb kunnen schieten. Op een hele mooie locatie, een hele primeur. Voor, ja, ik heb het de primeur te kunnen pakken krijgen. Voor echt een plaatje te staan. We zijn hier niet nog aan het opentruimen van het vuurwerk. Een plaatje te staan waar niemand anders er mag staan. Ook gewone volk niet. Dus per geluk heb ik daar wel een toegang voor gekregen en ben ik wel ontzettend heel blij aan stad Hasselt dat ik deze primeurbeelden mocht schieten. Nu zijn ze dit keer heel zwaar aan het kuiten. Tot en met weer rondlopen. Allee. Hier ik nog een keer. Dus ja, dat ik nog altijd te voet ben naar mijn wagen toe. Dus ja, ik moet een redelijke afstand gaan afleggen. Voor tot aan mijn wagen. Maar wel, ik ga u één ding zeggen. Ik ben echt ontzettend blij dat ik die primeur heb mogen pakken. Echt waar. En dat mag iedereen weten. Dus ik vind op mijn eigen, sorry als ik het ga zeggen, ik vind dus echt op mijn eigen dat ik redelijk goed bezig ben met vloggen, met filmpjes terugmaken. Holy shit, het is hier wel erg druk. Dus ja, heel veel mensen die naar de wagen gaan. Maar ik moet nog een redelijke afstand, dus ik heb me hier nergens geparkeerd omwille van, ik weet dat hier echt alles vol zet zit. Dus ik zal hier nooit of te nooit mijn wagen hebben kunnen kwijtspelen. Want het was echt massa's volk. Ik heb te horen gekregen van de politie dat er echt onder bij de 9000 mensen naar het vuurwerk zijn komen kijken hier in Hasselt. En dat er vandaag alleen al rond 20.000 bezoekers zijn geweest op Hasselt Kermis. Goed bezig. En ik ga jullie nu laten. Onderweg tegenkomen. Allee, een camper die hier nog buiten. Oh, ik heb wel echt frisjes te worden. En ik vind er. Oh yeah. Lekker swingen in de pan. En je ziet, ik kom echt van ginder achter. Daar. Van zo filmen. Heel van achter waar die listjes zijn. Dus ik heb toch al een stukje gewandeld. Mijn vlog moet toch wel redelijk lang duren hè, vandaag. Ik vind het ook. Oh yeah. Kijk eens hoe snel dat ze hier langs passeren. Kijk, kijk. Die zijn er weer al daar. Hoppa. Ja, ik zit hier langs de grote ring van Hasselt af te wandelen. Wow, van, ik moet over de kanalen geraken. Dus aan de andere kant. Maar het probleem was, ginder was een en al opstropping. Ben ik nog even uit de feestcomité geweest. Even nog een babbeltje geslagen van hoe of wat dat ik wilde doen. Hij is echt enthousiast dat ik echt heel mooie beelden wil voor hem wil maken. En het gaat dingen in goede aarde vallen.
filmpje. Nog een keer op mijn YouTube kanaal, opnieuw een 4K funker. Jawel, hoho. Het kan niet op. En binnenkort, echt waar, jawel, vanaf morgen 4K attractie filmen. Woehoe! Ik kijk er echt al naar uit. En nu gaan we Piketonker in. Dus ik ga jullie laten. Dus ik ga de grote ring verlaten. Salut! Salut! Voilà. Zie jullie allemaal bij mij. Hier het enige dat deze pakje ging staan. Zo ver weg van Hasselt Kermis. Ja, dat vuurwijk. Maar je moet dit eens zien. Hier staan al redelijk ook wat wagens. Fuck! Dus mijn boeleken heeft zich niet te eenzaam gevoeld. Dus er is nu ook druk verkeer. Ik ga echt heel rustig moeten gaan rijden. Aandachtig moeten gaan rijden, want het gaat redelijk hectisch zijn op de baan. Ik zal het zo zeggen. Voilà, ik ben terug aangekomen bij mijn boeleken. Hallo boeleken! Voilà, tot ziens. Hier op mijn appartement terug aangekomen. Ga ik nu de beelden in elkaar steken en dan ga ik toch al richting mijn bedje in. Want ik begin al wat moe te worden. Dat hoort gaan met een stem. Maar ik heb ervan genoten van het Hasselt vuurwerk. Echt waar. Het was echt de max. Maar ik ben wel blij dat ik wel terug thuis ben. Oh. Voilà. Dan ga ik hier ook afsluiten. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn channel. Mijn naam is nog altijd Dimitri Remus. En ik dank je wel weer om een deel uit te maken van mijn leven. En nu, componeren. You.